zijn hier bij de uitverkochte Business Contactdagen in de WTC Expo in Leeuwarden. Wij van Omroep Leo zijn wel benieuwd wat hier te beleven valt. Goedemiddag heren. Goedemiddag. Waarvoor bent u hier? Wij staan hier als standhouder op de beurs. Wat voor mensen komt u hier allemaal tegen op de Business Contactdagen? Nou, ik kom van allerlei mensen tegen. Dat is voornamelijk allemaal connecties leggen. Dus eigenlijk voornamelijk hier hebben we eigenlijk alleen maar bedrijven uit de Frieske Marre. Nou, die zoeken eigenlijk connectie met elkaar. Dan loop je naar Heerenveen toe. Dan kun je allemaal bedrijven uit Heerenveen de connectie mee maken. En wat voor bedrijf is dit? Beach Club Lemmer. We zijn hier voor Podium TV, voor NDC Media. En wij draaien zometeen het programma Noordzet. Wij hebben een bedrijf dat communicatie, marketing en vertalingen verzorgt. Ik sta voor Pernerozierinstallaties, een klein netje verderop. Ja. En mijn buurman staat voor Dijkstra Dijsma. Dijkstra Dijsma, het allerleukste bouwbedrijf van Nederland. En wat voor bedrijf heeft u? Subsidiepartners. Dus wij regelen eigenlijk subsidies voor bedrijven en instellingen op basis van Nokia en OP. Ja, we hebben nog een tweede bedrijf, want we hebben ook nog WBU So Easy. Wij zijn van Meinitz WG. Dat is een landbouwmechanisatiebedrijf dat al 30, 40 jaar bestaat. En... Is dit iets voor jou? Nou, het is wel leuk dat ik dacht dat het zou zijn. Wat hoopt u met deze dag te bereiken? Nou, we hopen heel veel leuke nieuwe contacten op te doen. En wie weet mogen we daar in de toekomst nog een mooi gebouw voor neerzetten. Wat wilt u bereiken met het kennismaken met andere bedrijven? Hen helpen en onszelf helpen aan nieuw werk natuurlijk. Bestaande relaties even onderhouden, nieuwe contacten opdoen. Bij ons gaat het om het installatiewerk natuurlijk. We willen graag de installaties in de diverse gebouwen gaan beheren voor de opdrachtgevers. Nou, wij zijn vooral landbouwgericht, zeg maar. En kraan is toch een ander vakgebied, een andere klantenkring. En om ook onze klantenkring, de juiste klantenkring aan te spreken. En wat wilt u bereiken met deze dagen? Mensen warm maken voor virtual reality en dat dit echt het nieuwe medium is. En wanneer denkt u dat dit medium echt door gaat breken? Het is nu al aan het doorbreken. Sybren, wat vind je hiervan? Ja, dit is echt super sick. En wat zie je allemaal? Nou, ik ga op het moment vlieg ik naar de Eiffeltoren. Ik zit te twijfelen of ik er onderdoor ga over de toren heen. Ik ga er gewoon doorheen, want ik ben er nog nooit op geweest. Oh ja, zo moest je sturen. Oh, dit is echt heel vet. Oké, ik ga... Nee, dat kan. Meneer, wat vindt u van deze dagen? Oké.